Hallo, ik ben Jeroen en namens de gemeente Lelystad wil ik je bedanken voor je aanvraag. In dit filmpje leggen we je uit wat we nu gaan doen en wanneer je van ons een bericht kan verwachten. We gaan eerst de aanvraag in ons systeem zetten. Zodra dat gedaan is, ontvang je van ons een berichtje. Dan gaat onze regisseur omgevingsvergunningen aan de slag. Hij kijkt eerst of je wel een vergunning nodig hebt. Als dat zo is, ontvang je weer een bericht. We laten je dan weten welke vergunning precies nodig is. Dan kijken we of je aanvraag compleet is. Hebben we alles wat we nodig hebben of missen we nog iets? Ook daarover ontvang je een bericht. Nu is het tijd om je aanvraag inhoudelijk te beoordelen. We kijken of je aanvraag past in het bestemmingsplan, of het voldoet aan de welstand en of het plan veilig, gezond en duurzaam is. Als we geen afwijkingen hebben gevonden, ontvang je digitaal direct de omgevingsvergunning. Zijn er wel afwijkingen gevonden? Dan nemen we contact met je op en laten we weten welke aanpassingen of aanvullingen nodig zijn. De wettelijke termijn voor het behandelen van een aanvraag is 8 weken. We snappen dat dat best lang is. We doen ons best om binnen 4 weken een besluit te nemen op je aanvraag. Meestal lukt dit als de aanvraag compleet is en we geen afwijkingen hebben gevonden. Zo, je weet nu wat er met je aanvraag gaat gebeuren. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Gemeente Lelystad, makkelijk geregeld.